een seconde. Dankjewel. Vanuit Music Q in Amsterdam is dit de Concertzender. De Concertzender is voor mij ontzettend belangrijk. Waar ik ook woon in Nederland. Het eerste wat ik doe is opzoeken of ik de Concertzender kan ontvangen. Nou, de Concertzender is de zender die echt altijd en alleen maar goede klassieke muziek uitzendt. Ja, ik google het. Meestal komt het vanzelf boven en dan klik ik. Dan kunt u nu luisteren naar het strijkkwartet nummer 3 in E-klein van Florian Leopold Gassman. Concertzender zendt 7 dagen per week uit, 24 uur per dag. Elke avond staat in het teken van een ander thema. Zo hebben we maandag de nieuwe muziek, dinsdag de jazz, woensdag klassieke muziek, donderdag pop folk, vrijdag wereldmuziek, zaterdag culturele raakvlakken en zondag oude muziek. Over het algemeen zijn muziekliefhebbers mensen die iets kennen en willen herkennen. Nog 1 minuut. En okay. Naast dat herkennen krijg je dan langzaam behoefte aan nieuwe dingetjes. Dus dan ga je verkennen. U luistert naar de Concertzender. En tot slot van onze programma's met nieuwe muziek, Sonor. Kriskras door de 20e eeuw. En zo maak je kennis met nieuwe, andere muzieksoorten, stijlen, zonder dat je daar enige moeite voor hoeft te doen. Je moet alleen die Concertzender steunen. Waar hoor je nou nog Gregoriaanse muziek bijvoorbeeld? Je hoort het bijna nergens meer. Dan moet je ervan houden, maar zo is er voor iedereen is er eigenlijk iets te vinden. Er is toen direct gekozen voor wat ze noemen een horizontale programmering. Dat je weet dat van op dat tijdstip dat klinkt. Zo klaar is een klontje, het is helemaal niet chaotisch, het is gewoon divers. Maar wel degelijk gestructureerd. En je hoeft niet te wachten tot jouw programma voorbij komt, maar je hebt fantastische themakanalen. Zo hebben we bijvoorbeeld een hardbop themakanaal. Natuurlijk een klassieke muziek themakanaal, oude muziek. Hup, op het themakanaal. En ik kan genieten. Voor ieder wat wils. Je kan de hele dag luisteren naar de muziek die jij leuk vindt. Bij de Concertzender is het niet alleen maar muziek. Het is ook nog eens gewoon muziek van topkwaliteit. U hoorde het Commentimento Consort Amsterdam. Een van de dingen die ik heel prettig vind bij de Concertzender is dat er niet zo oeverloos gebabbeld wordt. Zoals de kraan water geeft, geeft de Concertzender muziek. Geen flauwekul, muziek. Achtergronden, muziek. De mensen die voor die Concertzender werken, zijn er wel 100... zijn op hun verschillende deelgebieden allemaal specialisten. Het zijn allemaal vrijwilligers en stuk voor stuk gepassioneerde muziekliefhebbers met een kast vol met platen en cd's. Ieder heeft zijn eigen specialisme en blinkt daarin uit. Wat wil je nog meer? Welk bedrijf kan bogen op 100 zeer gemotiveerde mensen die binnen hun deelgebieden, of het nou de jazz is, of de wereldmuziek, niet-westers, of vanaf de middeleeuwen tot nu, dat wordt allemaal door die mensen uitgebreid nagekeken en het wordt geprogrammeerd. Zo hebben we een programmamaker die is gespecialiseerd in Afrikaanse muziek. Die is dus ook heel vaak in Afrika te vinden en probeert daar materiaal te vinden dat je nergens anders hoort. En die neemt het dan mee naar Nederland en maakt daar prachtige programma's van. En van dat soort programmamakers hebben we er dus wel 100. Wij maken zo'n 150 concertopnamen per jaar. Dat wordt gedaan door professionele opnametechnici die prachtige spulletjes hebben om dat heel mooi op te nemen. Wij maken opnames van jonge muzici, van eigentijdse muziek. We gaan heel veel naar jazzfestivals om daar opnames te maken. Dan nu aandacht voor violiste Rosanne Philippens. Luister naar het hoorntrio van Brahms. In die zin is het van groot belang voor muzicerend Nederland. Al was het maar om een eerste stap te zetten voor de jongste generatie dus ook. Die dan de kans krijgen dat een concert wordt opgenomen en uitgezonden. Dankzij de Concertzender en de brede aanpak die ze hebben, is er volgens mij een grotere groep jong talent die een platform wordt geboden die onder de aandacht kunnen komen. Niet alleen concerten in het Concertgebouw en met beroemde mensen die je al 1000 keer hebt gehoord, maar ook gewoon kleine bezettingen en aanstormende talenten. En wat je met de Concertzender ook bereikt, dat is dat heel veel wat nooit op cd verschijnt en nooit op cd zal verschijnen, hoor je wel op de Concertzender.
En dat is een meerwaarde die je niet verloren mag laten gaan. En al die opnames die zenden we uit. En bewaren we vervolgens in ons archief. Dus je moet je voorstellen, van 25 jaar lang concertzender hebben we 25 jaar lang opname. Dat is iets onvervangbaars. Het is een afspiegeling van de Nederlandse muziekcultuur van de afgelopen 25 jaar. De concertzender heeft zich ontwikkeld, heeft stormen doorstaan en is nu zover dat we in een soort heroriëntatie die concertzender weer leven inblazen. En elke cent die je aan de concertzender geeft, die komt ook terecht bij de muziek. Dus die concertzender is eigenlijk een parel waar je van weet dat als je hem poetst, dat hij ook echt gaat glimmen. Dat hij ook echt mooi is en dat hij ook echt geeft wat je erin stopt, dat krijg je ook terug. Nou, ik denk dat de concertzender meer bestaansrecht heeft dan ooit. Als je ziet wat er in Hilversum gebeurt, dan kan je alleen maar concluderen, wij zijn nodig. Wij moeten doorgaan hiermee. Wat wil je nou nog meer? Je kunt thuis, achteroverleunen, kun je 100% volgen wat de muziekpraktijk nu doet. Zowel in oude muziek als niet-westerse, in de jazz en in de klassieke muziek. Dat is toch een fenomeen. 10 seconden. Dankjewel. Alle gegevens van dit programma die kunt u nalezen in de programmagids van onze website. En ik noem het nog maar even www.concertzender.nl.